Hey mensen, top dat jullie weer kijken. We zijn hier bij de Marokko Desert Challenge. En even een extra video, want hier is... Herman. En ik heb net een rondje gereden in een buggy. Rondje noemt hij dat dan. Hij heeft net gewoon een hele etappe gereden, hoor. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus wij gaan samen een rondje rijden. Verdikke, we gaan nog een bonus rondje doen. Ja, toch? Daarmee, hè? Ja, hiermee. Wat is het voor een ding? Een Can-Am buggy? Ja, dit is een Can-Am buggy. Het is, de wat bredere versie. Die hebben ze gemaakt voor in de woestijn. Ja, dat is eigenlijk het enige wat je ermee moet doen. In de woestijn rijden? In de woestijn rijden. Ja, dan moet je wel naar hier komen, want die hebben we niet thuis. Hè? Nee, dat komt. Dit is wel echt vet. We hebben ze net al daardoor die duinen heen zien vliegen, maar dat is mooi hoor. Ja. Dat is vet jongen, dat gaat hard hoor. Ja, dit is echt machtig jongen. We gingen daar over die duinen. Ja, dat klapt erop jongen. Echt mooi. Ja, dit is een Can-Am buggy. Een 4x4. Ja, het is maar een 1 litertje, een 3 cilinder. Maar wel met een turbo, dat is goed voor 180 pk. Ja, en het is een variomaat. Kijk hier achter deze kap. Ja, daar zit dus een riem. Je is eigenlijk een constant variabele transmissie. Dus die motor blijft de hele tijd op zijn ideale toerental. Dat het meeste koppel kan leveren natuurlijk. Klinkt niet zo ruig, maar het werkt wel keigoed. Hey, nog een hartstikke bedankt. En, graag gedaan, hoor. Succes, joh. Hartstikke leuk. Hey, doei. Doei.